kweken zelf onze eigen willig. We hebben willige velden. En eigenlijk moet je een willige veld voorstellen als heel veel knotwilligen heel dicht bij elkaar. En die knotwilligen hebben geen stam. Dus wij planten onze stekjes heel kort bij elkaar. Die staan maar 15 in de rij. De rijtjes staan maar 45 centimeter uit elkaar. En elke winter worden de eenjarige twijgen gesnoeid, want dat is waar we mee vlechten. En na verloop van tijd krijg je dan eigenlijk op de grond een soort van knots, gelijk als je een knots op de stam van een knotwillig krijgt. En op die manier wordt dat geteeld. En door die heel dicht bij elkaar te zetten, richt je die naar boven het licht, worden die lang en rank. En als je dan een mooi groeiseizoen hebt, dan maken die ook geen zijtakken. En dan, dan heb je eigenlijk het ideale materiaal om mooie manden mee te maken. Hier bij ons is het heel vochtig. Het is een oud veengebied, moerasgebied. En wij zitten vlak naast het Kempisch Kanaal en wij zitten lager dan het Kempisch Kanaal. Dus we hebben sowieso kwelwater van dat kanaal. Gecombineerd met het vochtige gebied dat het hier van oudsher is, maakt dat wij eigenlijk een hele goede plek hebben om willig te telen. En het is nu beter met de klimaatverandering, en dat klinkt een beetje schrijnend, dan vroeger, omdat vroeger was het hier zo vochtig dat onze willigen eigenlijk altijd met hun voeten in het water stonden, zeker in de winter. En ze hebben graag vocht, maar altijd in het water is ook niet zo goed. En nu is het zo dat het grondwater lager is, waardoor dat ze een stukje van de winter nog wel echt vochtig hebben, maar ook wel grote stukken van het jaar echt meer droogte. En dan je merkt dat die beter worden. Dus dat wij gewoon wel betere willig kunnen kweken daardoor. Voor ons is werken met willig heel belangrijk, omdat het gewoon een lokale grondstof is. Het is een lokale grondstof, ze komt ieder jaar terug. Dus wij oogsten elke winter, maar dan begint het groeiseizoen en de winter nadien heb je het terug. Het is een loofboom, dus die heeft gewoon blad een heel seizoen en die haalt zo CO2 uit de lucht. Dus het is eigenlijk in alle opzichten een grondstof die denken wij heel veel bijdraagt tot een toekomst waarin dat we toch wel heel ecologisch en lokaal terug moeten gaan denken. Als het willig gesnoeid is, dan heb je alles door elkaar, dus alle lengtes zitten door elkaar. Dat wordt dan van het veld gehaald in ons geval en wij leggen dat dan eigenlijk eerst op wat verhoging, paletten, in onze tuin. En eigenlijk laten we dat eerst zo even indrogen al. En dan worden de twijgen getond, dat wil zeggen dat er eigenlijk een bundel in een ton gaat. En dan gaan we elke keer de bovenste toppen uitschudden. En dat doen we elke keer met een verschil van 20 centimeter. Dus nemen we die toppen, we schudden uit en we maken daar bundeltjes van per lengte. En die bundels per lengte die worden aangebonden en die laten we drogen. En om mooie kleurnuances te hebben, is het belangrijk dat je die eigenlijk toch wel een tijdje buiten laat. Dus dat die eigenlijk een tijdje buiten, tot april, mei, buiten kunnen indrogen. En dan gaan die op de droogzolder en dan laten we die eigenlijk op zijn minst een volledig jaar indrogen. Met verse willig ga je heel mooi vlechten, maar het is vers materiaal en vochtig materiaal. En dat droogt hoe dan ook. Dus dat het dan droogt, dan krimpt dat. En dan zou ons mand helemaal los komen te zitten. Dus wij zorgen dat de natuurlijke krimp eerst geweest is. En dan gaan we opnieuw weken en dan pas gaan we vlechten. Wij vlechten met brutewillig, dat wil zeggen dat willig is waar de schors nog aan is. Maar we vlechten ook met wittewillig. En vooral voor het fijn scheenwerk, dat is wat onze zoon beoefent. En die twijgen, die gaan we schillen. Wij doen dat nog handmatig. Wij schillen die met een vilijzer, omdat dan de twijg het minst gekwetst wordt. En om die te kunnen schillen, is dat ook heel belangrijk dat dat op een bepaald moment in het jaar is. Dus die bossen die wij willen schillen na het sorteren, die gaan wij in het water zetten. Dus die staan van maart tot ongeveer eind mei, begin juni, staan die in het water
En laten we die eigenlijk gewoon haarwortels maken. En zorgen we dat die beginnen te groeien. Dus dan komen daar kleine scheutjes op. En dan, het moment dat de sapstroom heel goed op gang is, dat is het moment dat de bast het beste lost. En dan zetten we een vilijzer in een wijpaal. En dan worden die wilgen daar doorgeslaan eigenlijk. Dus dan nemen we een twijg. We slaan die tussen dat vilijzer en we trekken. En als je dat doet op het goede moment, dan zijn die ook in één trek zijn die, geschild. En we kunnen een puzzel van ongeveer 5 kilogram hebben we in een half uur geschild. Dus als je dat doet op het juiste moment, is dat eigenlijk iets wat dat vrij vlot gaat. Bij fijn scheermerk gaan we een twijg in 3 stukken klieven met een kloofhoutje. En dan is er een schenenbank. En op een schenenbank gaan dan die 3 delen het merk uitgeschaafd worden en van breedte geschaafd worden. Daardoor krijg je eigenlijk tot op de millimeter precieze strips. En die strips die worden dan verwerkt tot een mand. En die mand die wordt altijd gemaakt rond een mal. Dus je hebt altijd een mal, een houten vorm, waarrond dat die mand gevormd wordt. Chefken is in combinatie met fijn scheenwerk, hij heeft een opleiding meubelmaker gedaan. En hij kan goed met hout overweg. En de reden waarom hij in afijn scheenwerk zo'n traject al heeft kunnen afleggen, is omdat hij een deels zelf zijn mallen kan maken. Stel dat we die zouden moeten gaan aankopen elke keer, dan zou het veel minder geweest zijn dan nu. Maar hij kan iets bedenken en hij heeft een eigen ateliertje, hij heeft een eigen draaibank. Hij heeft de vaardigheden en hij maakt gewoon zelf zijn mallen. Dus hij ontwerpt die en hij maakt die zelf. Dat maakt ook gewoon dat hij dat zo kan laten evolueren voor hemzelf. Kijk, wij zeggen dat de Maas is hier de baas. De Maas heeft bepaald dat dat hier wissen groeiden. De Maas is ook nog een overstromingsrivier. Overstromingen wil zeggen natte gebieden en dat wil zeggen wissen. En meestal de vergelijkbare gemeentes waar de korverij leefde, waren we armere buurten. En wat is men gaan doen? We hadden alleen maar wissen en men is met korver begonnen. Dus de Maas heeft hier bepaald dat we korvers werden. Ja, we zitten hier in de Wisse. Dus de naam van ons visitorcentrum verwijst al naar het vlechtwerkverleden dat Stokkum heeft. Dus voor ons is het belangrijk om dat in leven te houden. Wij doen dat nu bijvoorbeeld door iedere eerste zondag van het hoogseizoen een professionele vlechter uit te nodigen die hier een vlechtworkshop geeft. Daarnaast werken we met een van de partners, Provinciaal Natuurcentrum, samen die hier vlechtworkshops geeft aan kindjes, waarbij dat ze dus met wissen kleine mezebolhoudertjes maken. We geven zelf ook aan volwassenen vlechtworkshops, waarbij dat mensen dus effectief een mandje maken. We hebben nu een enorme collectie aan verschillende vlechtobjecten. Die willen we ook tentoonstellen voor de professionele hedendaagse vlechters. Dat die hier kunnen kijken naar specifieke technieken. We willen dan ook met een wisselende collectie werken, zodat er altijd wel iets te zien is. Wat we willen bereiken is eigenlijk het in leven houden van het ambacht. Van Stokkum is eigenlijk groot geworden door de vlechters en dat willen we niet verloren laten gaan. Het is in deze stroom dat de Stokkumse wissen voor de korverij of het manden maken sedert oeroude tijden worden geweekt. Het schippershuis bij de Maas, met het ruisen van de stroom vlak bij hen. Van hun 10e jaar af hebben ze gekorfd en ze zijn er nu 80. Wel, Peer, vroeger was er geen sprake van een 8-urendag of een 5-dagen-week. Ah, nee. Hoe lang werd er dan gewerkt? Van 's morgens 7
van 12 uur en van 12 van 1 tot 7 en dan van 11 af tot 10 uur. Maar dan had je natuurlijk veel verdiend, hè? Ja, zeker 9 frank. Vrachtwerk moet je zien dat dat voor de gemeente zijn belang heeft. Eén, vooral voor Deelse Stockholm, toeristen op de kaart te zetten. Een unique selling point, zeg maar. De hele de korverij die Stockholm, vooral Stockholm, in beeld brengt. Van de andere kant is het ook geschiedkundig belangrijk. Als we dit niet in stand houden, als we niet zorgen dat de korverij een plaats krijgt in Stockholm, dan gaan dingen verloren. Beschouwen. Dat is onze taak om dat op kaart te zetten voor de Stockholmenaar, maar ook vooral voor de toeristen. Je moet inderdaad datgene wat uniek is naar voren brengen. Je moet je identiteit versterken. Er zullen organisaties moeten zijn die mee mensen leren korven. We zitten ook met het ecologische gegeven. Dat is ook enorm belangrijk. In deze tijden van klimaatverandering is dat een bijzondere eigenschap. Waar water stijgt, water daalt, warmte komt, de koude komt. Dus daar is de willig tegen bestand. Niet alle planten zijn daar tegen bestand. We moeten geen palmbomen uit het zuiden hier plaatsen. We kunnen veel beter met wilge bomen en wilge dingen iets ontwikkelen. En zo moet je eigenlijk telkens op zoek naar nieuwe toepassingen. Die uitgaande van de materialen. Twee, met de nieuwe technieken die vandaag van toepassing zijn, die hedendaags zijn, toch ook wel naar nieuwe mogelijkheden moeten leiden. Maar er zijn dingen ook die blijven. Er zijn dingen die uit het verleden overgenomen zijn, die we vandaag nog hebben. De traditionele mattenklopper, de traditionele duivenkorven, de voetbalkorven, noem maar op. De bakkers, zie je altijd die korven. Alles wat moet kunnen ademen, is nog altijd het wis. Wel 100 jaar geleden is hier in Stockholm de teen- en rietvlechtschool van het Heilig Hart opgericht. En hoe kwam dat? Wel, het ambacht dat ging stilletjes aan achteruit. De Eerste Wereldoorlog heeft daar een knak aan gegeven, zeg maar. Maar ook natuurlijk de opkomst van de steenkoolmijnen hier in IJsden bijvoorbeeld. Dat was heel dichtbij. Daar gingen de jongens naartoe. Natuurlijk, de pastoor van Stockholm die had dat niet graag, dat de jongens naar de mijn gingen. Want, dat is de letterlijke weergave van iets wat in een brief staat, dat was ontchristelijkheid en ontaarding, zouden ze daar oplopen. En hij wou dus graag hebben dat de jongens hier onder de kerktoren, zeg maar, onder ook de hoede van de pastoor en de omgeving, dat ze dus hier zouden blijven werken. Maar daarvoor had het ambacht een nieuwe impulsen nodig. En daarom heeft hij dus die school laten oprichten. Dat is niet zo gemakkelijk geweest. Er moest geld voorzien worden, er moesten gebouwen opgericht worden. En men heeft dus in 1923 als dagonderwijs heeft men een aanvang genomen met die school. Nu, die school die heeft toch heel wat jaren, tientallen jaren bestaan tot in de jaren 1960. Maar toen is dat ambacht ook achteruit gegaan. Er waren eigenlijk drie redenen voor. Dat was die industrialisatie met de steenkoolmijn op kop, die toch de mensen aantrok, omdat ze daar meer verdienden. Dat was ook de opkomst van andere verpakkingsmaterialen, dan denk ik aan karton en plastic. En ten derde was dat ook de concurrentie van de lage loonlanden. Het is allemaal handwerk wat moest gedaan worden. Daar kruipt veel tijd in en het zijn de uurlonen natuurlijk die de prijs bepalen. En men kon op zeker ogenblik niet meer concurreren tegen die lage loonlanden. Ja, zo'n vlechter die had een grote handvaardigheid. Het was geen vrijblijvende keuze om in die opleiding 3 jaar te voorzien. Evolueren van grofwerk naar fijn vlechtwerk. Daartoe had men dus een gedegen opleiding nodig. Want daarnaast die handvaardigheid was het ook belangrijk de kennis van het materiaal te hebben. Het is een heel verschil om te vlechten met ongeschilde wissen, met geschilde wissen, het zij met rotan. En ten derde lijkt mij ook een degelijke dosis tekentalent nodig te zijn om fijne werktekeningen te kunnen maken die bepalend zijn voor de zetelindustrie vooral. Er was zelfs een korversliedje in die tijd gecomponeerd en iedere vlechter natuurlijk die kende dat en dat werd dan ook gezongen als die mannen en die vrouwen ook op de korfplank zaten. Ik ben een korver, frank en vrij, met Stockholms bloed in de aderen. Met korven wonen hunne kost, mijn vader en voorvaderen. Ik werd in een wisse wieg gestopt, lag ik er niet te wenen.
dan stak ik door het gevlochten hout mijn vingers en mijn tenen. Ouders waren mandenvlechters en ik heb het eigenlijk van mijn moeder geleerd. En toen ik een jaar of 10 was, maakte ik al mijn eerste paaskorfje. Onder leiding van mijn ma. Mijn ma achteraf de andere werkstukken te leren van pa. Maar de basis van het mandenvlecht heb ik eigenlijk, en wij noemen dat zo, met de paplepel in die kreeg. Wat ik nu aan het maken ben, is eigenlijk een plukkorf. En die plukkorf kunnen we op vele manieren maken. Maar wij maken de plukkorf met ingestoken staken. Dat is een versteviging om een plukkorf, je gaat dat zelf eens voelen, die moet aan de binnenkant glad blijven en daar mogen geen eindjes. Vroeger werd het vlechtwerk gewoon zo aangelegd, zo. Maar dan zat dat in de weg en wij maken dus een ingestoken, wij noemen dat in vaktermen, een ingestoken plukkorf. Dat doen wij ook met wasmanden die wij maken. Is iets meer werk, is wel veel sterker en daar gaat het zich om. En wat ook nog zo gezegd is, in vakjargon, dat is, je moet met een mand water kunnen dragen. En dat heeft te maken met het aankloppen wat ik dus nu doe. Wij doen het automatisch met onze handen. Maar voor de dames is dat iets anders. En dan hebben we daar iets anders voor. En dan doen ze dat met een klopijzer. Daarom heb ik het ook genomen om te laten zien. En dat betekende dat men vroeger mandenvlog, waar je eigenlijk kon doorheen kijken. Daarom, een mand moet gevlochten zijn waar je water kunt meedragen. En ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk als je tegenwoordig daar moet van leven, dan ben ik dan ook eerlijk in, dan moet je echt uitzonderlijk iets maken. Want van het gewone vlechtwerk, de concurrentie is zo groot, de import is zo groot tegen alles in. Maar mensen die het zekerlijks willen, of die zelf andere arbeid doen, die respecteren het en die betalen. Het is in een tijd dat ik niet mocht vlechten. En toen dan genezen was, zei mijn dochter, mama, gaan ze naar boven, papa is terug aan vlechten. En dat was... Dat is mijn leven. Dat is. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar hoe kun jij dat nu nog zo blijven volhouden? En wel, nergens zo gelukkig als hier. Vroeger, de mensen die gewoon een boerenmand moesten maken, daar moest dat gewoon functioneel zijn. En de functionaliteit primeerde van het nauwkeurig zijn. Dus dat moest gewoon sterk, moest er niet doorvallen. Of je aardappelen of je bieten moesten er niet doorvallen. Maar verder waren er geen enkele kwaliteitsnorm. Wij proberen hedendaagse vlechters te zijn. En in het hedendaagse is ontwerp, is design, is nauwkeurigheid, is een mooi gevormd product of een mooi gevormde mand heel belangrijk. Dus wij gaan er op een hele andere manier mee om. Wat dat resulteert dat de hedendaagse vlechter per onderdeel van zijn mand heel nauwkeurig gaat uitzoeken welke dikte van twijg hij nodig heeft voor de opbouw, voor de invulling, voor de rand te leggen. En dat maakt dat onze manden, er ten opzichte van manden van vroeger, esthetisch veel perfecter uitzien. Maar de functionaliteit is natuurlijk ook helemaal anders dan als ze vroeger was. Als je
nu een goede vlechter wilt zijn met toekomstperspectief, dan moet je arm in arm gaan met design of met ontwerpers of op zijn minst al eens een keertje luisteren. Maar ik vind ook wel anderzijds dat we wel ons vakmanschap niet mogen verloochenen. Dus dat vakmanschap moet wel blijven primeren. En dat is een huwelijk waar je een beetje moet inzoeken. Wat dat best wel een zoektocht is. Maar het een kan volgens mij niet zonder het andere. Dus zowel die vakmensen en voor ons dan concreet het vlechten kan niet zonder design en ontwerp als je naar de toekomst wil kijken. En ik denk omgekeerd dat die designers en die ontwerpers ook soms echt wel behoefte hebben aan ons. Dus ik denk dat dat hand in hand gaat. Maar dat is ontzettend belangrijk. Ze vragen mij nou altijd, wat ben je nou? Ben je nou kunstenaar, traditioneel mandenmaker? Ben je nu een ontwerper of een designer? Ik noem mezelf bijvoorbeeld ook geen mandenmaker meer, maar vlechtwerkvormgever. En eigenlijk ben je een beetje van alles. Kijk, vroeger maakte je gewoon boodschappenmanden of manden om paling in te vangen. Maar dat bestaat natuurlijk al lang niet meer op die manier. Maar we gaan natuurlijk steeds meer werkzaam op de... Je hebt de snede van het kunst, maar ook van het ambacht, maar van ook design. Dat maakt het best wel moeilijk om ons een plekje te geven. Ik ben natuurlijk gewoon begonnen als mandenmaker. En ik merk nu je zoveel jaar bezig bent dat je ook wel ander werk wil maken. Want bij normaal mandwerk, zeker traditioneel werk, daar heb je de vorm en de functie en het materiaal en de techniek zijn allemaal heel nauw aan elkaar verbonden. En die dicteren ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Maar door bijvoorbeeld de functie van een object weg te halen, heb je opeens veel meer vrijheden. En dat is wat ik eigenlijk nu ben begonnen om dat te ontdekken. Ik volg ook een kunstacademietraject om ook gewoon eens anders te leren kijken naar je werk en je materiaal. En ook een verhaal te kunnen vertellen met een object. Anders dan alleen maar het historische stukje. En dat is een hele nieuwe, vind ik wel hele spannende ontwikkeling. En iets waar ik echt enorm trots ook op ben, is dat ik in 2017 een prijs heb gewonnen in Japan. En dat is natuurlijk het land waar het ambacht en het handwerk nog steeds heel hoog in aanzien staat. En dat in zo'n land dan jouw werk gewaardeerd wordt tot een prijs, dat is... is een droom. En ik mocht ook twee keer naar Japan toen. Eerst om met een mandenmaker daar te werken en later voor de hele ceremonie. En dat is, dat blijft nog steeds heel indrukwekkend. Ik denk wel ook in Europa bijvoorbeeld, als je kijkt naar Duitsland en naar Frankrijk, waar ze natuurlijk nog die echte scholen hebben die wij al lang niet meer hebben. Daar is toch een andere waardering nog voor het ambacht dan het handwerk dan wij dat hebben. Maar je ziet ook landen als Engeland en Denemarken, Scandinavië, waar ze het handwerk ook nu veel meer omarmen als een kunstvorm. En dat is, vind ik, ook wel een hele bijzondere ontwikkeling. En dat merk je dat hier nog niet zo gaande is. Het begint wel, maar het is nog wel een weg te gaan. Ik ben een proef aan het maken. Voor een heel groot object, wat ik daar staat, de houten mal. En dat wordt een modern object, waarbij ik eigenlijk een beetje wil laten zien de roerige tijden waarin we leven. Normaal is vlechtwerk heel erg perfect, moet allemaal precies op maat, even dun, even hoog, allemaal recht. En bij dat werk, of dit werk ga ik het eerst uitproberen, komt er eigenlijk veel meer beweging in. Het is een hele simpele vorm, maar met enorm veel beweging. En dat is eigenlijk waar ik nu een proefstuk voor aan het maken ben. Zeker vind ik het belangrijk, vooral in het leerproces, dat je heel erg eerst dicht bij de traditie blijft. En die heb je ook nodig om andere producten te kunnen maken. Maar ik denk dat een computer zeker een meerwaarde kan hebben voor het handwerk.
En ik zie het zelf ook absoluut niet als een bedreiging, want dat is hetzelfde als je met diverse materialen werkt. Ik vind bijvoorbeeld bamboe een fantastisch mooi materiaal, maar wat je daarmee kan, kun je niet met willig. Maar wat ik met de willige schenen kan, kan ik weer niet met bamboe. En zo zie ik het ook met de computer en met 3D-printen. En het zijn gewoon andere toepassingen, dus het zit elkaar absoluut niet in de weg. En ik denk ook juist dat die handelingen van het handwerk gewoon ook blijven en heel belangrijk zijn. Want het is ook wel duidelijk dat een beetje mist in onze maatschappij, dat wij juist die handelingen verrichten, maar dat je ook een bepaalde rust krijgt. Dus ik ben daar best wel positief. Ik geloof dat het ambacht, het handwerk, zeker wel blijft. En zeker meer zal worden. Ja, ik denk dat we dat ook gewoon meer moeten gaan zien als kwaliteit. In plaats van dat het een nadeel is, meer als voordeel. Doordat je er zoveel tijd en aandacht aan besteedt, krijg je gewoon ook een product waar veel meer in zit. En wat effectief ook gewoon veel langer mee zal gaan. Kijk, als we gewoon kijken naar een gewone boodschappenmand. Als een mandenmaker dat maakt, die gewoon op de traditionele manier mag en kan werken, heb je een mand die gaat gewoon een generatie lang mee. En breekt daar een hengsel af, ja, die kun je gewoon weer opnieuw erin zetten. Is de voet versleten, zet je daar een nieuwe voet onder. En dat kan gewoon niet met dat werk wat onder druk geproduceerd moet worden, zo snel mogelijk, met zo dun mogelijk materiaal. Dat gaat gewoon maar heel even mee. Dus ik denk dat we dat dus, dat we die omslag eens moeten gaan maken. Om te kijken, wat brengt nou de meer tijd die wij eraan besteden, wat maakt het anders voor het product? Nou, lievelingsmateriaal, dat blijft toch de willig. Dat blijft namelijk altijd een uitdaging, omdat het anders dan bijvoorbeeld pitriet of kunststofmaterialen, daar zit een bepaalde eentonigheid in, omdat je gewoon weet wat die materialen doen. En die willig is eigenlijk toch altijd anders. Er zit altijd een kronkeltje in of hij is wat harder. Dus daar blijf je gewoon je hele vlechtwerk door, moet je daarnaar blijven kijken en blijven corrigeren. Ja, dat is wel heel grappig. Ik heb op middelbare school eigenlijk heel weinig met rekenen. Ik vond dat altijd heel saai. Maar ik heb na mijn opleiding in Duitsland kon ik wel veel beter rekenen. En dat is omdat je het gelijk toe moest passen. Dus dat maakt het wel heel anders. Maar je moet inderdaad wel kunnen rekenen en ook wel een ruimtelijk inzicht moeten kunnen hebben. Want je moet natuurlijk vaak ook van een oud stuk moet je het namaken. En ja, dan moet je ook kijken van waar komt het vandaan, waar gaat het heen. Dus dat is inderdaad wel een van de belangrijke dingen. Ja, en geduld. Je moet je tijd nemen. En nog even snel dit, want dan valt meestal het resultaat tegen. Ik ben best wel heel perfectionistisch. Dus dan weet je eigenlijk als je ermee bezig bent van nou, het wordt toch eigenlijk niet wat ik wil. En dan maak je het tegen dan toch af. En uiteindelijk is het dan toch, merk je het toch, nee, ik had gewoon moeten stoppen. Ik had het niet moeten doen. Ik denk dat het ook belangrijk is als je iets wil worden, wil slagen in het ambacht of in het handwerk, dat je ook die instelling hebt. Er wordt vaak gezegd van ja, het is handwerk, dus het mag wel een beetje scheef zijn. Maar dat vind ik een hele verkeerde opmerking. Want dan kun je alles wel goed praten. En ik denk juist dat goed handwerk zich juist onderscheidt doordat het niet krom en scheef is. En je bent natuurlijk best wel heel veel alleen. En ik ben zelf wel een loner, dus ik vind het heerlijk. Ik vind het af en toe heel leuk om een keer een week cursus te hebben. Maar ik vind het ook gewoon heerlijk om hier in mijn eigen werkplaats te zitten. Mijn eigen tijd in te kunnen delen. Dat moet ook wel in je zitten, denk ik. Je moet techniek leren en je moet leren hoe het is om een heel product te maken van begin tot eind. En dan heb je ook veel meer een idee van een maakproces. En laat dat maar belangrijk zijn, want er zijn nu genoeg onderzoeken die gewoon aantonen dat het enorm belangrijk is om iets met je handen te doen. Dat het allerlei processen in je hersenen aanstuurt, waardoor daarna ook het leren van vakken als taal en rekenen veel makkelijker gaan. Het zet bepaalde extra verbindingen in de hersenen open. Dus alleen al daarom zou het belangrijk zijn dat er meer met de handen gedaan wordt. Uh,
En wat denk ik ook zeker een voordeel is voor de toekomst, is dat we natuurlijk toch op een andere manier dingen zullen moeten doen. En dat het handwerk natuurlijk ook wel uit een tijd komt dat we minder milieubelastend waren. Dus ik denk dat daar het handwerk ook gewoon een grote rol kan spelen in hoe kunnen we weer terug naar die oude technieken om te bouwen, om te isoleren, om te wonen, om te werken en te leven. Ik denk dat de handwerk maakt dat er een hele goede verbinding is tussen je hoofd, je hart en je handen. En in ons huidige onderwijs, door handwerk eruit te halen, is dat gewoon doorgeknipt. Dat is mijn mening. En ik denk dat in een goede ontwikkeling van een kind, dat die verbinding tussen dat hoofd en die handen en de hart, dat dat ontzettend, ontzettend belangrijk is. En handwerk doet dat gewoon. Handwerk, dus dat. En oké, sommige kinderen struggelen daarmee, maar ook dat heeft dan een doel. Hij heeft dan iets overwinnen. Want ik weet bijvoorbeeld dat manden maken nog ingezet wordt in de Steinerscholen. En de voornaamste doelstelling daar is gewoon iets overwinnen. Doorzettingsvermogen. Iets wat dat eigenlijk een beetje weerstand geeft, waar dat je u moet doorworstelen. En dat is voor iedereen is dat iets anders. Sommige kinderen moeten zich door taal worstelen, andere kinderen moeten zich door wiskunde worstelen. Maar er zijn ook kinderen die cognitief heel sterk zijn, die zich moeten worstelen door handwerk. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is in het ontwikkelen, dat je af en toe je ergens moet doorworstelen. Ik doe dat soms als ik patches kan maken, dus ik measure de lengte en je kunt zien dat er een extra lengte is. Je cut it. When you make a lot of these, you begin as an exception by the tip. This is big. We hebben geen opleidingen meer, geen scholingen meer. Dus we moeten zelf op zoek gaan naar manieren om ons bij te scholen. En daar is er wel een heel mooi netwerk, eigenlijk gewoon bijna binnen heel Europa. Ik denk dat elke vlechter die professioneel bezig is, dat die in die wereld kennen wij elkaar wel. En we nodigen dan ook mensen uit. Of we gaan naar plekken waar dat er echt vlechters waar dat wij dan van vinden die ons nog iets kunnen bijdragen, daar gaan we dan naartoe. Of ik nodig mensen uit Frankrijk uit in mijn atelier en dan komen al die mensen daarop af. Dus dan zie je dat gewoon allemaal mensen die doorgedreven met vlechten bezig zijn, dat wij dan ons samen hier verenigen en dan samen vlechten. Wij vlechten ook gewoon onder elkaar, gewoon om elkaar technieken bij te brengen. Dus van iedereen van ons heeft een andere invalshoek, omdat we gewoon allemaal vanuit een andere manier begonnen zijn met het vlechten. En dat maakt ons allemaal verschillend, dus dat maakt ook dat ieder zijn vlechtwerk te herkennen is. Maar we komen ook samen om dat aan elkaar door te geven. En dan als dan iemand weer eens in Denemarken geweest is en daar iets nieuws geleerd heeft, dan komen we samen en dan geven we dat aan elkaar door. Voor mijzelf is vlechten enorm louterend. Omdat je bent heel technisch bezig. Je moet heel veel aandacht geven als je een mooi product wilt maken. Waardoor dat ik eigenlijk gewoon de rest van de wereld een beetje vergeet. Waardoor dan mijn gedachten enkel en alleen met mijn vlechtwerk zijn en de rest even gewoon helemaal weg is. En dat kan soms echt wel een verademing zijn. Dat kan soms echt wel heel deugd doen. Anderzijds merk ik ook, ik geef heel veel workshops, dat heel veel mensen ook naar hier komen om te vertragen, om te onthaasten, om dingen te creëren, om zinvol bezig te zijn. Want je bent een hele dag aan het vlechten en op het eind van de dag ga je met een mooi product naar huis. En je merkt dat mensen daar gelukkig van worden. Het is wel een droom om die kennis die we hebben, om die te verspreiden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen
te kennen dat dat terug veel meer ingebed is. Omdat ik ervan overtuigd ben dat in de grote uitdaging waar dat wij voor staan, dat het werken met lokale materialen terug heel prominent een plek gaat innemen. En zorgen dat die waardevolle kennis, dat je die niet voor jezelf houdt, maar dat je die deelt en verspreidt, is enorm belangrijk. Want anders betekent dat gewoon het einde van ons ambacht. En ik denk niet dat iemand van ons dat wilt, dat het einde is. Het bestaat al duizenden jaren. Het wordt al duizenden jaren heel zorgvuldig doorgegeven. Dus daar mag geen eindpunt zijn. Het moet eigenlijk gewoon terug een... Ik denk dat we nu bijna op het diepste punt zitten. Dus zeker als je naar beroepsvechters kijkt. Ik heb geen idee met hoeveel dat wij in Vlaanderen zijn. Maar ik denk niet dat er meer zijn dan twee handen. En eigenlijk moeten we terug met veel worden. Thank you.